video. Mijn naam is Belinda en dit is het knutselkanaal Creablon voor inspiratie en om uitleg te geven over bijvoorbeeld sneeuwmeel. Vandaag wil ik even twee dingen laten zien waar ik gewoon heel blij van ben. En ik heb hem al eens een keer voorbij zien komen. En dat is namelijk de Bullet Journal Scrap Cutouts. En ik wil hem toch eventjes laten zien straks, maar eerst ga ik even laten zien wat Lieve Dingen voor mij heeft gemaakt. Dat zijn stickertjes. Binnenkort komt er in mijn voortuin een mini-beep. En ik doe dat speciaal voor kinderen. En ik wil daar kleine knutselpakketjes in de vakanties in gaan leggen. Voor mensen die kinderen hebben, of gezinnen dus. En die niet zoveel budget hebben en die niet zoveel te doen hebben in de vakanties. En die kunnen dan hier gewoon gratis leuke knutselpakketjes afkomen halen. Dus heb je leuke knutselspulletjes wat je wil doneren? Ik maak daar leuke pakketjes voor mensen die dus niet zoveel te besteden hebben. En ik leg ze dus gratis erin. Iedere vakantie doe ik dat. En ik vind dat een manier hoe je vanuit de samenleving dus elkaar een beetje kunt helpen. Nou, het heet dus Boeken van Blom. Dit heeft ze voor mij gemaakt. Het hele mooie kaartje. En het is dus dit karton. En die heeft ze dus gemaakt. Want die kan ik bijvoorbeeld aan mensen geven die wat spullen willen doneren. En niet weten waar ze mij kunnen vinden. Zoals je ziet heb ik een Facebookpagina en een Instagram aangemaakt. Je kan me dus daar vinden bij Boeken van Blom. Dit is dus wat ze ervan heeft gemaakt. En ik vind hem echt prachtig. Deze heeft ze voor mij gedrukt. En daarnaast heeft ze deze dus. Het zijn kleine stickertjes. En ze heeft alles voor mij, voor op mijn post, deze leuke van Creablon. En die heb ik ook voor mevrouwtje Stip. Heeft ze voor mij gemaakt. Dus deze gebruik ik heel veel. Zoals je ziet, hè, ik ben al met het vel bezig. Maar deze heeft ze dus gemaakt. En daarnaast heb ik haar gevraagd of ze voor mij een aantal afbeeldingen wilde afdrukken. En ik heb gevraagd of ze dat voor mij wilde doen. Dus niet op haar site zetten wat dus te koop is, hè, voor iedereen. Want ik vind het gewoon leuk om eens een keer wat exclusiefs te hebben. Iets wat anderen niet hebben. Om weg te geven in je sneeuwmeel. En ik heb gekozen voor deze leuke afbeeldingen. En deze. Ik hou heel erg van deze stijl. Het is een beetje folklore. En hier zit ook nog één. Oh, wacht. Ik kan het beter deze laten zien. En deze dus. Moet je kijken hoe prachtig deze zijn geworden. Nou, en ik laat nu even een half velletje zien. En het is dan een hele vel wat je krijgt. Met 1, 2, 3, 4, 12, 24. En 24 stuks is dan 2,50 bij haar in de winkel. Dus ik vind, dat heb je hele kwalitatief mooie stickers. Plakken goed. En je kan ze natuurlijk op je sneeuwmeel, op je envelop plakken. Maar het is ook leuk om ze even uit te knippen in een mooi envelopje te doen. En dan te versturen, wat ik dus doe. Want deze geef ik dus cadeau weg aan mensen met wie ik sneeuwmeel. En daarnaast heeft ze voor mij wat gemaakt van waar ik toch heel erg fan van ben. En dat is Frida Kahlo. Ik weet niet of ik de naam goed zet, maar het is een kunstenares uit Mexico volgens mij. En zij heeft vroeger, want ze leeft dus niet meer, maar zij heeft vroeger hele mooie kunst gemaakt. Ze was echt een heel excentriek persoon, wat altijd met bloemen in de haar en heel veel kleuren. Ja, door die kleuren vind ik haar een ontzettende mooie kunstenares. En ik spaar ook wel spullen van Frida. En ik heb dus aan Inge gevraagd of ze voor mij zo'n setje dus wilde printen. En deze verstuur ik dus ook aan mensen waarvan ik weet dat hun ook gek zijn van haar visie van Frida en de kunst. Dus dit is echt iets speciaals. Nou, dit heeft ze dus ook gemaakt. En ik heb even alle velletjes, omdat het voor mij makkelijker op te bergen is, door de helft geknipt. Maar je krijgt dus 24 dan voor 2,50. En deze heeft ze gemaakt. Moet je kijken, wat prachtig. En lekker kleurrijk ook.
En deze. En ik vind vooral deze heel erg mooi. Dan zitten hier de andere stickertjes nog even onder. Maar die vind ik fantastisch. En even kijken. Ik hou heel erg van deze. Die hier, die onderrij. En, oh, ik liet het niet goed zien. Deze onderrij. En die vind ik ook. Maar ik vind ze allemaal geweldig. Ik vind het ontzettend leuk. Ik doe even haar linkje van Facebook. Ik weet eigenlijk niet of ze ook op Instagram zit. Maar ik laat even het linkje van Facebook. Ze maakt ook hele mooie geluksbedeltjes. Nou ja, en dus stickers doet ze. En ik doe even een linkje in de beschrijving naar haar toe. En dan kun je haar vinden. Nou, het volgende wat ik wil laten zien is dus mijn Bullet Journal Scrap Cutouts. En het is van Mus. En ik heb een Bullet Journal, of beter gezegd een agenda, een journal. Dat is die van de Action heb ik. Dat is deze. En daarin, ik heb niet meer een andere agenda. Ik gebruik deze dus voor, om ja, alles in op te schrijven. En iedere keer maak ik nieuwe spreads. En die maak ik zelf, zoals je ziet. Je weet, ik doe het weer op de Belinda manier. Dus dit is wat ik ervan maak. En nou, dit is dus een week. En zo maak ik dat dan. Nou, en verder ben ik dus nog niet. Dit is hoe ik dat maak. En daarvoor dacht ik, want ik had een bon van de Bruna om wat te kopen. En toen dacht ik, ja, ik kan natuurlijk leuke stripboeken voor de kinderen ervan kopen. Heb ik ook gedaan. Maar ik denk, ik kan voor mezelf ook eens een keer iets kopen wat ik anders nooit zou doen. Want ik vind dit soort dingen best duur. En ik heb getwijfeld tussen de Flow Paperboek voor Lovers. Maar ik vind persoonlijk die van dit jaar heel erg naar het botanische en naar de natuur. Dat is niet echt mijn favoriete onderwerp. Dus ik heb hem een paar keer doorgebladerd. Toen dacht ik, nou die, daar ga ik niet zoveel mee doen. En ik heb deze al een aantal keren in een review gezien. En deze stond nog op mijn verlangenlijstje. Dus deze heb ik gekocht. En ik wil hem jullie even laten zien. Want hij is nog steeds te koop. Hij kost €12,95. En ik laat even zien. Moet je kijken hoe dik die is. En op de achterkant staat ook. Deze staat vol met meer dan 5000 dus. Handige, mooie, leuke afbeeldingen. Om uit te knippen en in je bio te plakken. Maar jij kan natuurlijk het ook gebruiken voor sneeuwmelen. En ik laat jullie even zien wat er dus in zit. En het zijn dus allemaal plaatjes die je zelf eruit moet knippen. Dus het zijn geen stickers. Nou weet ik dat Mus ook twee stickerboekjes heeft uitgebracht. Ook voor je bio, voor je bullet journal. Maar en ik weet dat er in juli komt dus stickerboek 2 uit. Nou heb ik nog wat over van mijn boekenbon. Dus ik denk dat ik alvast die ga reserveren. En dan laat ik die ook aan jullie zien. Dat denk ik. Ik ben daar nog eventjes over aan het nadenken. Maar goed, ik heb deze dus gekocht. €12,95 is die. En ik denk, ja, een normale Flow kost al €7,95. Of een Daphne Diaries bijvoorbeeld vind ik ook wel leuk. Die kost ook zoiets. Dus ik denk, nou ja, dan €12,99 is best te doen voor als je ziet wat je hier allemaal in krijgt. En alle pagina's hebben een bullet, een dot pagina aan de achterkant. En moet je kijken wat leuke kawaii. Ik blader het gewoon een beetje door, zodat je ziet wat erin zit. Sommige dingen vind ik wat minder, zoals dit zwarte-witte. Maar ik kan hem er natuurlijk uitsnijden en aan een sneeuwmeel aan iemand toesturen. Waarvan ik weet dat hij dat wel heel leuk zou vinden. En die ook bijvoorbeeld een bullet journal. Nou, dit is wel een van mijn favorieten, deze pagina. Ontzettend leuk. Nou, dit is ook, als je daarvan houdt, is dit ontzettend leuk. Oh, sorry, ik stoot ergens tegenaan. Deze vind ik ook heel leuk. En dan heb je hier dus alle dagen staan. To-do, goals, notities. Hieronder heb je dus de maanden. En dan nog een aantal dots, eigenlijk rondjes met maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en dat soort dingen. Nou, we bladeren gewoon een beetje door. Dan kun je zien dat er ontzettend veel in zit. En inmiddels weet je, ik hou van knippen.
Dus ik vind dit een hele leuke. Het is dik papier. Dus het is makkelijk te knippen. Dat vind ik ook heel leuk. Van die leuke quotes. Nou, dit is toch geweldig. Hè, daar doe ik het dan voor. Die vind ik heel leuk. Deze ook. Super leuk. En dus ik heb heel wat te knippen zoals je ziet. En nou, dit is ongeveer wat erin staat. Deze vind ik ook leuk met die bloemen. Het lijkt een beetje flow-achtig, vind je niet? Die vind ik leuk. Deze. Let's do this. Today is the day. You can do this. Nou, en zo heb je dus heel veel. Ik ga er iets sneller doorheen. Nou, weer een zwart-witte met goud. Voor wie dat leuk vindt. Nog een keer letters. Deze wat grotere afbeeldingen. Deze is ook mooi. En moet je kijken. Ja, ik vind het echt een aanrader. En ik weet dat deze in 2018 uit is gekomen. En dat bijvoorbeeld Creachick heeft hem wel eens laten zien. En ja, daardoor werd ik dus ook, ja, dacht ik, hey, dat is wel een leuke om aan te schaffen. Want ja, ik denk dan altijd een boek vind ik eigenlijk zonde, want die doe ik dan liever in een e-reader vorm. Of het moet echt een boek zijn waarvan ik denk, die pak ik wat vaker. Dan zou ik wel een boek aanschaffen. Maar ja, ik hou er dan van om dat tweedehands bijvoorbeeld te doen of via de kringloop. Dus ik dacht, ja, wat is dan iets wat ik echt zou willen vanuit de boekwinkel? Nou, dan is dit dus iets. En het leuke was dat de dames van de Bruna hier bij mij in het dorp. En die zeiden, oh, was die voor jou? Want ik kom daar vaker. En ze dachten, oh, wie heeft zo'n leuk boek besteld? Ja, dat is natuurlijk. Dus daar hadden we wel al lol om. Nou, dit is dus wat er allemaal in zit. Dit is ook een leuke met de travel. Even als je lekker op vakantie gaat. Let's go camping. Time to travel. Nou, en als laatste nog deze. Met Valentine's Day. We love. Dus ik vind dit echt een aanrader. En ik dacht, nou, ik laat hem jullie toch nog even zien. Ik weet niet of jullie allemaal de wat bekendere YouTubers volgen. De grotere YouTubers, moet ik zeggen, of met meer volgers. Maar ik vond het leuk om dit even te laten zien. Dat was het voor vandaag. Ik wens je weer een heerlijke dag. En toedeloe!